Ik kwam op het idee van dat boek over moreel leiderschap, omdat ik in de loop van de tijd als rechter, als ombudsman, maar ook bij de universiteit, me steeds meer verdiepte in hoe kunnen we op een verantwoorde manier omgaan met macht. Eigenlijk is mijn boek over moreel leiderschap een boek tegen macht, machtsmisbruik. Gaat het goed zo? Ja, gaat goed zo. Het schuurt een beetje, dat is mijn baard, geloof ik. Als we het hebben over macht, wilde ik u een concreet voorbeeld voorleggen. De burgemeester van Londen, meneer Kahn, die heeft gezegd, voor Trump leggen we niet de rode loper uit. Hij heeft gezegd, ik spreek me uit tegen populisme, tegen het scheppen van verdeeldheid en tegen tegenstellingen. Trump ondergraaft de fundamenten van onze democratische rechtsstaat. Gelijkheid voor de wet. Hij ondergraaft de persvrijheid en hij ondergraaft de onafhankelijke rechtspraak. En Angela Merkel heeft daar een paar dagen geleden in Harvard aan toegevoegd, Trump beschrijft leugens als de waarheid en de waarheid als leugens. Geen rode loper voor Trump. Mag ik het even uitproberen? Wie van u zou die stelling willen onderschrijven? Geen rode loper voor Trump. Wilt u daarvoor uw hand opsteken? En wie zegt nee, daar moet je niet aan beginnen, daar moeten jullie mij niet voor... Het valt een beetje tegen, dames en heren. Zit er een soort belemmering bij om te zeggen, meneer Trump die oefent macht uit, die zaait angst op een manier die bedreigend is? Kijk eens naar de taal van Trump, waar we net over hoorden, wat het effect ervan is. Dames en heren, het is van de burgemeester van Londen om dit te zeggen, een keuze die moedig is. En hij stelt waarde centraal, de democratische rechtsstaat, geen populisme en ieder mens stelt. Kunt u zo'n voorbeeldfiguur zijn? Kunt u die rol vervullen van moed, van eens een keer uitgesproken zijn? En die vraag is helemaal niet zo gek. Ik werk nu in Luxemburg en ik kijk in 28 lidstaten rond, nog wel 28. In de landbouw, sociale cohesie, onderzoek, innovatie, toezicht op banken en dergelijke. Dat zijn de onderwerpen waar ik naar kijk. Maar daarbij zie ik ook hoe functioneren gemeenten in Griekenland, Bulgarije, in Estland, in Duitsland, in België. En dan is er iets aan de hand, dames en heren, want u als bestuurders verkeert in de top van bestuurlijk Europa. Nederlandse gemeentes doen het heel erg goed. En ik neem de benchmark van Mechelen mee in het verhaal. Dus we kunnen ook zeggen namens alle Nederlanders, alle inwoners, dank voor uw inzet. Want Nederland is een heel goed en een heel gaaf land. Er komt natuurlijk geen applaus van. Dat is uw instelling. Maar mijn oproep luidt, toon moreel leiderschap en uw inwoners waarderen dat enorm. Je voelt het een beetje in het interview met de burgemeester van Mechelen. Waar schrikken burgers voor terug? Dat is voor politieke belangen die uitgespeeld worden, voor persoonlijke belangen, voor financiële belangen. Dat speelt buiten Nederland soms vaker en wat scherper. U moet ook rekening ermee houden dat burgers heel veel verschil maken tussen politiek en democratie. Dat is niet hetzelfde. U moet zich de vraag stellen wie bij huizen het huis van de democratie. En gedragen die mensen zich altijd waardig en goed? Zet u maar eens op een rijtje politieke deugden,
Democratische deugden. Bij democratische deugden kan ik het makkelijk lijstje invullen. Oprechtheid, eerlijkheid enzovoorts. Bij politieke deugden wordt het veel moeilijker. En dat betekent dat er een opgave is om die politiek voldoende bij burgers te brengen. Maar inwoners zijn gericht op vertrouwen. En dat was ook wat in de woorden van burgemeester van Mechelen heel duidelijk sprak. Mensenwerk, ik durf het haast niet meer te zeggen. Iedereen zegt het is mensenwerk, maar hoe doet u dat nou eigenlijk? En een kernwoord voor mij is evenwicht. U bent als bestuurder een evenwichtskunstenaar. En bij dat evenwicht speelt de gelijkwaardigheid van alle mensen, die allemaal verschillend zijn, een sleutelrol. En met die gelijkwaardigheid keer ik even terug ook naar de woorden van Gerdy Verbeet. Na de moord op Pim Fortuyn, dat je ziet dat er grote delen zijn van de samenleving die zich niet vertegenwoordigd voelen. En dat je moet kijken hoe je daarop inspeelt. Een ander punt waar ik langzamerhand toch steeds meer zorgen over heb, want nou ja, uw handen bewegen misschien nu wel, wie is hier eigenlijk allemaal vrouw? Ja. Ja. Dat is wel mooi. Ik heb gisteren nog de cijfers opgezocht. Maar tegen de 30% in de gemeenteraad, tegen 30% in, als wethouders, tegen de 30% als burgemeester. Dames en heren, dat is te weinig. Dat is serieus te weinig. Maar waarom? Waarom is het te weinig? Die vraag wordt niet gesteld. Maar het antwoord op de vraag waarom is het te weinig is als volgt. Het gaat om het evenwicht tussen wat je zou kunnen noemen het masculine en het feminine. Het gaat niet per se om mannen en vrouwen, maar het gaat wel om de instelling. En ik vind dat de agenda van gemeentebesturen meer beïnvloed moeten worden door, zeg maar, het feminine, door de vrouw. En daar moet u maar wat aan doen. Ik heb net gezegd dat u de beste bent. U bent de beste van Europa. Veel geluk ermee. Maar overmorgen keert u terug naar de problemen van de jeugdzorg, klimaat, milieu, criminaliteit. Onder u zijn er mensen die bedreigd zijn of zijn geworden. De vergrijzing, de toenemende tegenstellingen, het geschreeuw, het onverdraagzame. De windmolens in Drenthe, een holocaustmonument in Amsterdam. Ja, en dan ook nog de problemen in Groningen die alleen maar groter worden. En een ander probleem noem ik u. Wat ik heel indringend aan u wil voorleggen. Hoe zit het met het lot van mensen die zwak begaafd zijn in onze samenleving? Met mensen die laag begaafd zijn. Mensen die een IQ hebben waardoor alles waar u zich mee bezighoudt heel moeilijk te begrijpen is. Dat geldt trouwens ook voor mensen die goed opgeleid zijn. Die snappen er vaak ook niks van. Maar goed. Maar ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben problemen met het volgen van wat er allemaal gebeurt. Die zitten makkelijk in de schulden, die zitten makkelijk in uitkeringen. Als we het hebben over gelijkwaardigheid van mensen, moeten we opletten voor een diploma-democratie. Voor een diploma-bureaucratie. En ik denk dat mijn opvolger Renier van Zutphen daar een dagtaak aan heeft om die diploma-bureaucratie te bestrijden. Bestuur is veel eisend. U moet keuzes maken. U moet inspelen op ontwikkelingen. U moet inspelen op crisis die op plotseling op kunnen komen. En de vraag is dan, wat is uw kompas? Hoe vindt u nou uw kompas zodat uw werk mensenwerk is? En dan zeg ik, het gaat niet om sterk leiderschap.
Het gaat om aansprekend leiderschap. Het gaat om moreel leiderschap. Het gaat om overtuigen. En met het overtuigen kunt u zich ook even voorstellen, wat maakt nou de burgemeester van Mechelen overtuigend? Wat waren nou de ingrediënten van zijn verhaal dat iedereen denkt, hé, ik kan me best voorstellen dat de inwoners van Mechelen happy zijn met deze burgemeester en vertrouwen hebben in deze burgemeester en dat Mechelen hoog in de benchmark staat. Aansprekend leiderschap in een tijd met heel veel regels, procedures, protocollen en knellende budgetten. Een tijd met een overdaad aan emoties en onderbuikgevoelens die zomaar kunnen opspelen. Het populisme wat opkomt. En een tijd waarin de media steeds meer invloed hebben en dan steeds willekeurige invloed hebben. Media die vaak drijven op emoties. Dames en heren, wat is de kern van het samenleven? En er is, en ik vond dat ook in de woorden van de oud-burgemeester van Maduro-Dam zitten, er is niets mooiers dan samenleven, dames en heren. Dat is de kern waar wij mee te maken hebben. Maar waar draait het om in het samenleven? In het samenleven draait het om de waarden. Ga op zoek naar de waarden in de samenleving. Deels gedeelde waarden, deels waarden die verschillend kunnen liggen en waar we uit moeten komen. Maar inspelen op die waarden, dat is de kern van de bestuurlijke taak. U moet een balans vinden tussen aan de ene kant het zakelijke, u zit met budgetten, u zit met regels. Ook het emotionele. Denkt u even aan de wethouder die in gesprek gaat en dan een jongen hoort zeggen, maar ik ben niet thuis. Ik ben niet welkom op school. Dat is een existentiële vraag. Daar zit een emotionele vraag achter. En uiteindelijk balans met de waarden, de ethische uitgangspunten waar u en ik voor staan. Om die afweging te maken tussen dat zakelijke, het emotionele en die waarden, die ethische uitgangspunten, is het noodzakelijk om langzaam te denken. Dat kwam eerder aan de orde bij Gandhi, die een uur gaat mediteren. Hoeft u niet te doen, maar denk alsjeblieft langzaam na als het erop aankomt. Weet vooral wanneer u langzaam moet gaan denken. En dan moest ik even bij denken, dacht ik er even aan de burgemeester van Loon op Zand. Die vertelde over wijst het kompas in de richting van mijn hart? Is dat een softe vraag? Is dat een domme vraag? En hoe doe je dat eigenlijk ervoor zorgen dat het kompas in de richting van je hart wijst? En wat gebeurt er dan? En het is mijn ervaring dat als je in staat bent om het kompas in de richting van je hart te laten wijzen, dat gewoon goed voelt, niet alleen voor jouzelf, maar ook voor diegene waar je mee te maken hebt. En die stap in de richting van verbinding zoeken, en het is al vele malen gezegd, dat gebeurt met mensen, zoveel mogelijk mensen, betrokken mensen. Dat begint met luisteren. Dat is de eerste stap. Dat was ook mijn ervaring als ombudsman. Begin met luisteren, en u hoorde het eerder ook. Dat begint met het stellen van vragen in plaats van stellingen poneren. Posities innemen en polariseren. Dat begint met aandachtige belangstelling te hebben voor wat al die mensen beweegt. Dat begint met dialoog. Gerdy Verbeet zei, ik heb een hekel aan debat, mag het? En discussie, het gaat om dialoog. Het begint bij een evenwicht tussen man, vrouw en alle kleuren van de regenboog. Het gaat om, zoals de burgemeester van Mechelen zei, inclusiviteit. Iedereen hoort erbij en dat is een onderdeel van gelijkwaardigheid. U mag fouten maken en doe het alsjeblieft eens een keer. En kom ervoor uit, want dat is menselijk. Mensen aanvaarden dat u fouten maakt. Maar zoek vooral met mensen in uw gemeente naar wat zijn uitwegen, wat zijn de wegen die we moeten gaan. En vooral, en mijn concreet advies is, ga 's morgens voor de spiegel staan
En stelt u zelf de vraag, waarom doe ik het eigenlijk? En kunt u dat uitleggen aan degene die u lief zijn? Weet u wat ik dacht toen ik vanmorgen voor de spiegel ging staan? Ik dacht, ik ga naar Barneveld, een geweldige plek. En ik ga ze zeggen dat ze steengoed zijn. Veel succes. De heer Brenningmeijer, dank u wel. Dit soort vragen, kijk in de spiegel. Kijk of het kompas inderdaad naar je hart wijst. Dat kan inderdaad voor sommige mensen, u noemde het al, soms wat soft overkomen. Dus misschien moeten ze een beetje helpen. Want ze gaan straks lunchen, ze gaan op excursie, vanavond een groot feest. En dan kon je toch een beetje bij elkaar te praten. En dan voor je het weet gaat het misschien over zomervakanties of dat soort dingen. Dus kunnen ze een soort startvraag meegeven? Want u zegt, het gaat om vragen. Zou zeggen, als je die vraag nou even stelt vanavond bij het eten, dan weet ik zeker dat je een goed gesprek over moreel leiderschap hebt. Wat zou die vraag dan zijn? Ik pas het maar even op mezelf toe. Waarvan heb je wakker gelegen? Ik heb vannacht wakker gelegen van nu. Ik vond het heel spannend. Ja. Dus. Oké. Okay. Ja. Waar heb ik vannacht wakker van gelegen? Gaan we dat doen. Dames en heren, mag ik een groot applaus? Alex Brenningmeijer, dank u wel. Dank u wel.